super lange tijd niet meer gevlogd. Dus we gaan het vandaag doen. En we hebben vandaag 4 klantjes, dus vandaar. Ik heb echt super slecht geslapen vannacht. I don't know why. Maar ja, ik ga dus even nu naar de badkamer. Even snel douchen. Dus ik zie, oh my god, ja, mijn ogen zijn echt heel lelijk. Echt opgezwollen omdat ik zo slecht geslapen heb. Maar ik zie jullie dan na het douchen. Dit is de outfit van vandaag. Deze broek ben ik maanden kwijt. Wat blijkt, hij lag gewoon in mijn zusje de kamer. Maar deze broek is van de Zara. Deze is zo mooi, hij is low waist. En dan dit shirtje is grijs. En deze is van de, deze is van Shein. En dit is die nep Skims, you know. Echt zo cute. En dan deze ketting is ook van Shein. En dat is zo'n Vivienne Westwood dingetje. Voor de rest geen sieraden om mijn armen heen. Omdat dat allemaal lelijk gaat worden als ik nagels doe. Mijn vader is aan het stofzuigen, vandaar dat geluid. Maar dit zijn trouwens mijn nagels. Even in de zon hoor. Kijk hoe mooi. Ik heb dus zulke, ja, zulke aura nagels gedaan. Maar dit is mijn outfit. En nu gaan we Fido uitlaten. Fido! Oh, je ligt als een vloef, Fido. Hij is zo mooi. Je bent zo mooi, liefie. Ja. Oh, oké. Maar dan trek ik altijd die schoenen aan. Want die vind ik het minst mooi. Dus die mogen vies worden. Gaan we naar buiten? Ja. Het is zo'n mooie dag vandaag. De zon schijnt echt heerlijk. Oh, hij gaat weer graven. Fido, kom op. Ah. Kijk, ik ben altijd bang als hij graaft. Want hij had dus 1 keer gewoon een muis gepakt en doodgemaakt. Dus daar ben ik nu altijd bang voor als hij gaat graven. Maar het is echt een heerlijke dag. Echt lekker. Deze spuit gebruik ik om mijn kamer lekker te laten ruiken. Deze is gewoon bij de Action te koop. Deze geur is echt heerlijk. En het ruikt dan gewoon lekker schoon en fris en alles. Oké, we gaan zoiets doen. Maar dan bij elke nagel een French nail. En dan waarschijnlijk niet deze dingetjes. Maar het was wel echt grappig. De acryl is... Ik wou zeggen appliqué. Dat er... De application is done. En dan gaan we lekker veilen. En ze zijn nu allemaal mooi geveild. En dan gaan we nu het design aanbrengen. Kijk hoe mooi dit eruit ziet. En dit is het eindresultaat geworden. Ze zijn zo ontzettend mooi. Dan hebben ze die vlammetjes. En... Oh, hij moet weer staan. Oké, wacht. Kijk, ze heeft ook de letter J van haar vriend. En haar vriend betaalt haar nagels. Ja, go get your man. Kijk, Fido, toch lekker genieten van het zonnetje. We hebben zo ontzettend lekker gepraat de hele tijd. Dus dat was echt heerlijk. Weet je, daarom hou ik van mijn werk. Het is werken, geld verdienen, dat allereerste. Maar het zijn allemaal meiden waar ik mee praat. Gewoon, het is gewoon echt heel chill. Als je twijfelt om nail tech te worden, word het alsjeblieft. Want het is echt heerlijk werk. Dus ja, ik ben nu eventjes alles aan het klaarleggen. En dan gaan we zo direct de nageltjes doen. We gaan dus dit doen. Met 1 kruisje op elke hand. En zonder die steentjes. So cute. Satisfying dat het eruit ziet. Echt perfect opgevuld. Application. Wacht je allemaal. En dan gaan we nu veilen. En dit is het eindresultaat geworden. Echt zo cute. Gewoon French nail met dat kruisje. En dan de letter R van haar vriend. Mag ik? Okay. Hij betaalt ook haar nagels. En het is zo cute. Nou, mijn derde klant is er. We hebben de tips al aangebracht. En dit is de lengte die we gaan doen. Gaan we dit design doen. Deze heb ik dus al een keertje eerder gemaakt. Dit is met die 3D bloemetjes en zo. De application. Dit is het eindresultaat geworden. Het is zo ontzettend mooi. Die zon is zo scherp. Ik heb nog een uur nu pauze. En dan komt mijn vriendin Amy. Zet maar een D-filter aan. Ja.
Oh, deze zon is echt heerlijk. Maar wat er dus was, is mijn tweede klant, die dus met de fiets kwam. Zij was een beetje te laat. Maar toen ik klaar met haar was, had ik letterlijk nog maar 5 minuten tot mijn volgende klant. En ik had nog niks gegeten vandaag. Ik had alleen maar een wrap gegeten in de ochtend. Heel vroeg in de ochtend voor mijn eerste klant. Dus ik ging snel een tosti maken. Ik hoorde de auto aankomen. Ik was nog echt... Ik moest nog de halve tosti eten, zeg maar. Maar ik had echt tijdens mijn tweede klant buikpijn. Als ik nu niks zou eten, zou ik echt van mijn stokje afvallen. Zou ik echt gewoon niet aankunnen. Dus ik ging die tosti snel naar achter gooien, man. Ach, ik had echt... Ik had echt haast. Ik dacht echt zo, nee, ik moet wel de deur verder open doen en zo. Maar uiteindelijk zijn ze echt super mooi geworden. Oh, zo. En weet je, deze klant was ook zo aardig. Want dit was iets van de derde keer denk ik dat ze kwam. En elke keer is ze echt verbaasd over de nagels. Van, oh, wauw, ze zijn zo mooi. En dat doet me echt goed. Dat vind ik echt leuk om te horen. Ik heb nu de hele tijd op mijn telefoon gezeten. Het is kwart voor zes. Dus mijn vriendin komt over een kwartiertje. Dit gaan we doen. Het is gewoon heel cute, roze, simpel. Met misschien een steentje. Kijk die application. So satisfying. Mag je allemaal aan? Oké. Heel schattig. Gewoon basic, cute. Ook al heb ik echt al lang mijn rijbewijs. Nog steeds kijk ik. Ik zit echt zo in een bui waar ik alleen maar gewoon autovideo's bekijk. En ook van rijlessen. En ik krijg er zo erg gewoon... Ik voel gelijk die stress daarvan. Maar oké. Het is tijd om alweer deze vlog af te sluiten. Want ik ga voor de rest de dag alleen maar op mijn... Of tenminste, het is 8 uur. Maar ik ga de rest van de avond alleen maar op mijn telefoon zitten. Dus dat is niet zo interessant. Maar ik ga dus deze vlog eindigen. En heel erg bedankt voor het kijken naar deze vlog. Subscribe, laat een like achter, een reactie. En dan zie ik jullie in mijn volgende vlog. Doei!